Yes man, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ja, ik weet niet of jullie mij nog kennen, maar ik ben beheerder van dit YouTube kanaal. En ik denk, laat ik gewoon eens een keer wat van me horen. Want het is zo ontiegelijk lang geleden dat ik iets heb geüpload. Ik zit er heel netjes bij trouwens. Het is zondag, dus ja, altijd even netjes. Altijd netjes. Ik had geen zin om iets anders aan te trekken. Ik denk, boeien. Nee, maar even een update video. Want zoals jullie kunnen zien aan mijn content van de afgelopen maand, 2 maanden weet ik het eigenlijk, is er gewoon niks online gekomen. Dat heeft een beetje een reden gehad. Ik had eigenlijk weinig tijd en mijn motivatie was eigenlijk compleet weg. Ja, nu zit er natuurlijk weer een nieuwe avondlockdown, dus s'avonds heb ik weer geen fuck te doen. Dus ja, ik ga gewoon weer wat content proberen te creëren. Maar zoals misschien de meeste van jullie al weten, ben ik weg bij Politie Roeveen. Want ja, daar had ik eigenlijk simpelweg ook gewoon geen tijd meer voor. Dat vond ik ook wat minder leuk de afgelopen tijd worden. Het werd wat langdradig, eentonig, dat soort dingen. Dus ja, ik wil nu kijken om wat crimineels te gaan doen op Roeveen. Lijkt me wel leuk, samen met mijn broertje en misschien met Timo. Dus ja, laat dat sowieso even weten of jullie dat interessant vinden. Laat ook even andere dingen weten wat jullie leuk vinden om te kijken. Mag van alles zijn, laat gewoon hier beneden in de reacties even weten. Want ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet echt wat ik met mijn content moet gaan doen. Want ik, aan de ene kant mis ik het heel erg, YouTube. Ik vond het leuk, de interactie met jullie, de gezelligheid tijdens livestreams. Maar aan de andere kant, je moet de hele tijd... Ja, het voelde niet echt als een druk of zo, maar het, ja, ik wilde de hele tijd voor jullie content creëren. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, fuck it, ben er klaar mee. Want ik had natuurlijk al een keer eerder een update video van, ja, hoe nu verder, dat is deze video. Had ik natuurlijk gemaakt en eigenlijk ben ik toen alleen maar meer YouTube gaan doen, omdat het zo lekker ging. En ja, nu ineens... Eigenlijk sinds de zomervakantie was het gewoon al in een dalende lijn dat ik minder motivatie kreeg eigenlijk. Maar ja, ik mis het nu toch wel een beetje. Het gaat weer een beetje kietelen en kriebelen. Dus ik wil toch weer even wat gaan doen. Ik heb sowieso volgens mij nog 1 politieachtervolging staan. Die ga ik even editen en uploaden. Dat is de laatste dan. En daarna wil ik gewoon wat criminele content denk ik gaan doen. En ja, zoals ik zei, laat gewoon even weten in de reacties wat jullie nog meer heel graag willen zien. En dan voor nu hoop ik jullie nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, stel ze ook in de reacties. Ik zal kijken om te reageren. Doe voor nu zeker te weten even dat blauw duimpje omhoog. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En abonneer ook zeker te weten even om op de hoogte te blijven van de nieuwe content die eraan gaat komen. Dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. En ik check jullie bij de eerste volgende stream of video. Later.